Yo, een hele goede middag. Of wat als een goede middag. Het is eigenlijk uh, geen goede middag. Want uh, eigenlijk de hele week is uh, ja, de goksector eigenlijk al in het nieuws. En dat is over het algemeen niet positief te noemen. Ook in dit geval niet. Sterker nog, het is heel slecht nieuws. Dus, maar, slecht nieuws wat wel omgekanteld kan worden in goed nieuws. Maar laten we meteen maar beginnen. De meesten van jullie zullen wellicht al uh, wel het een en ander vernomen hebben in het uh, nieuws. Of op de diverse nieuwssites zoals uh, casinonews.nl: uh, dat er een stortingslimiet aan zit te komen. En hij zat er al een tijdje aan te komen, maar hij is nu officieel gepland. Op 1 oktober gaat, gaan speel, nee, stortingslimieten in bij de legale Nederlandse online casino's. Dus er geldt in eerste instantie alleen voor de online casino's. En uh, ja, die stortingslimieten zijn vrij pittig. Nou, je ziet het hier al uh, op de website van Casino News. Beleidsregels: uh, verantwoord spelen. 700 euro stortingslimiet vanaf 1 oktober. Het is, na, het is echter nog erger. Ben jij een jong volwassene van 18 tot en met 23 jaar? Dan geldt er een stortingslimiet van 300 euro per maand, per kalendermaand om precies te zijn. Ben je ouder dan 23. Dus 24 jaar of ouder. Dan geldt er een stortingslimiet van 700 euro per maand. Uh, heel even over die leeftijdsgrens. Dat is mij eerlijk gezegd een beetje onduidelijk. Je hebt natuurlijk die 24 plus in Nederland. Uh, maar het verschilt een beetje hoe je er tegenaan kijkt wat 24 plus is. Is 24 plus namelijk van, uh, tot en met 23? Of is 24 plus 24 jaar en ouder? Uh, heel veel sites hanteren het principe 24 jaar en ouder. Maar ja, theoretisch gezien is het 24 plus betekent hoger dan 24. Dan zou het vanaf 25 zijn. Uh, dus dat is een beetje onduidelijk. Maar wat ik zo in de wandelgangen heb genomen, gelden deze stortingslimieten vanaf uh, of 300 euro per maand tot en met 23. En 700 euro per maand vanaf 24. Uh, ja, dus dat, dat is wel pittig. Uh, er komt, daarnaast komen ook nog andere regels erbij. Uh, in die zin dat casino's vanaf deze datum, dus vanaf 1 oktober, uh, dus laten we zeggen over vier maandjes, vanaf 1 oktober zijn ze verplicht om het speelgedrag van spelers 24 uur per dag te monitoren. Dat is ook best wel pittig. In die zin dat. Uh, de vraag is een beetje: hoe gaan ze dat doen? Ik ga even het artikel naar beneden scrollen. Maar wil je de volledige tekst lezen? Bezoek dan casinonews.nl. Die hebben uh, altijd betrouwbare informatie uit eerste hand, om het zo maar te zeggen. Dus daar kan je het volledige artikel lezen. Maar ik ga heel even naar de zorgplicht. En dan met name over het monitoren van het speelgedrag. Dan staat er hierbij. Ik ga het gewoon letterlijk even opnoemen. Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op uh, probleemgedrag. In de beleidsregels benoemt de kans autoriteit enkele voorbeelden. Deze voorbeelden zijn op te delen in twee categorieën. Je hebt financiële signalen, en dat betekent als de speler niet langer de financiële gevolgen van zijn speelgedrag kan dragen. Overmatig probeert zijn verliezen terug te verdienen. Een creditcard of e-wallet gebruikt voor een storting op de speelrekening. Meerdere betaalmethoden. Gebruikt voor een storting op de speelrekening. Uh, Dan nou, zou je zeggen, dat is al wel logisch. En dat is altijd al wel geschaald onder de noemer problematisch speelgedrag. Ja, maar ook weer nee. In die zin dat. Uh, kijk, de eerste, als mensen uh, financiële gevolgen van hun speelgedrag gedrag, uh, niet kunnen dragen of niet kunnen overzien. Tuurlijk, dan praat je van een probleemgedrag. Maar bijvoorbeeld het gebruik van een creditcard of e-wallet. voor een storting op de speelrekening. of het gebruik van een verschillende betaalmethoden. ja, dat is wel een dingetje in die zin dat. hoe gaan ze dat meten? En wanneer wordt er dan geschaad onder probleemgedrag? Ik noem maar een voorbeeld. Uh, e-wallet, nou, bijvoorbeeld Skrill of neteller, Dat is volgens mij Skrill en Netteller, zijn volgens mij sowieso verboden in Nederland. Uh, maar wat wordt er überhaupt verstaan onder een e-wallet? Moet je dan echt inderdaad een, een soort rekening hebben, à la PayPal of Skrill of Neteller? Of vallen ook overkoepelende betaalmethoden, zoals een Klarna waar je bijvoorbeeld uh, uh, diverse betaalmethodes onder hebt hangen, vallen die daar ook onder? Dat denk ik persoonlijk niet. Omdat het, ja, in mijn ogen is een wallet gewoon een wallet, dus echt een digitale rekening. Maar goed, een creditcard, dat wordt al voor veel mensen een groter dingetje. Er zijn best veel mensen die ik ken die met een creditcard storten. Ik doe het zelfs bijvoorbeeld ook als ik heb dan bijvoorbeeld een prepaid debit card. Uh, dat is dan weer geen creditcard. Dus dat is weer de vraag. Valt er alleen een creditcard onder of een debitcard? En dat is altijd het lastige met die regels van de overheid. Uh, dat ze nooit duidelijk zijn. Dus um, ja, een debit card is geen creditcard. Dus ja in mijn opzicht, letterlijk gezien, valt het dan niet onder regels. Maar uh, ik, zal, uh, ik zal er wel vast wel weer naast zitten. Maar goed, ik gebruik bijvoorbeeld wel eens een, de een debit card. Om uh, bijvoorbeeld te storten bij uh, Holland Casino online. En dat doe, doe ik meer omdat ik op om mijn debitcard of debitcard. Um, ja, dat is wat, dus echt wat anders dan een creditcard. Omdat het een prepaid debitcard is. Ik moet daar van tevoren geld op storten. Dus dan stort ik zeg maar 200 euro. Dan weet ik gewoon, oké, okay, die 200 euro op mijn de, debitcard. die kan ik gebruiken om uh, te storten bij uh, bijvoorbeeld Holland Casino. En uh, geld op is geld op. Maar bijvoorbeeld mijn stortingen bij 7.11, die doe ik altijd via mijn bankrekening. En uh, ja, er is geen overkoepelend iets. Dus mijn vraag eigenlijk aan de overheid is, hoe wil je gaan checken of je meerdere betaalmethoden gebruikt om geld te storten op een speelrekening? Nou, dat kan dus eigenlijk alleen maar per casino. Want uh, zoals ik het doe, als ik met mijn creditcard stor bij Holland casino en via de bank bij 7.11, dan kunnen ze nooit zien. Of de bank moet meewerken, maar de banken hebben eigenlijk al aangegeven dat ze daar niet aan willen meewerken. Um, maar goed, stel je dat, dat je dat wel doet. Ja, in mijn ogen is dat geen teken van probleemgedrag of hoeft het geen teken van probleemgedrag te zijn. Zoals je, zoals je het doet zoals ik het net uit, uitlegde. Um, dus ja, hoe gaan ze dat monitoren? Is het zo als je één keer gestort hebt met je creditcard terwijl je normaal via je privé rekening betaalt? Uh, wordt het dan gezien als probleemgedrag? Het kan ook om tal van redenen zijn dat, dat je zoiets doet. Het hoeft helemaal niks met problemen te maken te zijn. Um, of ja, hoe gaan ze zeggen om je overmatig probeert je verliezen terug te verdienen? Dat is ook eens een onduidelijke regel. Want ja, als je net vorige week 1000 euro verloren hebt en je stort nu weer 1000 euro. En ja, dan wil je niet uh, per definitie je geld terugverdienen. Maar het is natuurlijk wel leuk als je een leuke win hebt om die verliezen weer goed te maken. Uiteindelijk wil je met gokken. Uh, tuurlijk, je speelt gokken als entertainment. Maar je wil met gokken ook winnen. Je moet nooit gokken om te winnen. Uh, maar ja, zo, zoals ik het nu eigenlijk al uitleg, is het eigenlijk al ja, niet onduidelijk. Maar daar zit al een, een moeilijkheid in. Van wat is dan overmatig? En wanneer probeer je je, je verliezen terug te verdienen? Uh, ja, een heel, heel moeilijk verhaal. Dus ik, ik vraag me echt af hoe gaan casino's dat, uh, dat controleren? En dan wordt het nog erger, want dan heb je natuurlijk het speelgedrag. Uh, in principe, de zorgplicht van een casino gaat van kracht als de speler dringend of herhaaldelijk klaagt over niet of te weinig winnen. Ook een hele bizarre. Nederlanders zijn natuurlijk zeikertjes. Uh, dringend of herhaaldelijk verzoekt om bonussen. Dat wordt dan geschaard onder probleemgedrag. Uh, even kijken. Op voor de speler ongebruikelijke tijdstippen, deelname aan kansspelen. Met name wordt gelet op deelname in de nachtelijke uren tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Een belachelijke reden. En wat als iemand in ploegdiefjes werkt? Of ik heb bijvoorbeeld laatst een, uh, uh, een nachtdie, uh, nachtstream gedaan. Dan zou dan feitelijk al worden ges, uh, geschaard onder probleemgedrag. Ja, dat, het, is, het, is, het is bizar geworden. woorden. En uh, hier staat, overal staat dringend of herhaaldelijk. Maar bij deze staat de tijdstippen, daar staat dan weer niet dringend of herhaaldelijk bij. Waardoor ik weer uit opmaak dat, je, dat, dat ze daardoor uh, mensen die s'nachts spelen, bijvoorbeeld al zien onder probleemspelers. Want wie gokt er nou s'nachts? Zo is een beetje de gedachte. Ja, kunnen er kunnen natuurlijk tal van redenen zijn waarom mensen s'nachts spelen. Als ze uh, overdag werken, of juist uh, laat in de avond werken, of uh, op uh, andere tijdzones werken, et cetera. Uh, een andere ook opmerkelijke, als je binnen een etmaal in totaal langer dan zes uur deelneemt aan kan spelen of ingelogd bent, dan voel je ook als probleemspeler gezien. Nou, als ik een leuke lange sessie heb en ik doe een livestream en ik ga van tevoren nog wat uh, weltswarm of zo, dan zit ik al dik boven die zes uur. Uh, uh, en, en dat zal ook voor veel spelers gelden. Uh, met name voor pokerspelers ook, maar daar kom ik daardoor nog op terug. Maar ja, er zijn wel een flink aantal regels als je ze allemaal bij elkaar optelt. Oh, hier, er is er nog eentje. Aan, uh, als, als een speler aanmerkelijk vaker deelneemt. Dan andere spelers bij de vergunninghouder. Ja, dan krijg je ook een heel raar systeem. stelt dat die laatste is ook alweer grappig. Dus degene die het meespeelt, dat is een probleemspeler. Dat zegt eigenlijk deze regel. Uh, en dan moet de casino ingrijpen. Maar, dat is een piramide. Dus stel, ik speel het meest bij uh, 7-11. En ook uh, zeggen ze tegen mij, Robin, jij bent degene die het meespeelt. Dan wordt het gezien als pro een probleemgedrag. Jij krijgt een blokkade. Oké? Okay. Dan, dan is automatisch degene die onder mij staat, als ik geblokkeerd word, wordt degene die onder mij staat degene die het meest gespeeld wordt, waardoor hij weer een probleemspeler is. Als ze die blokkeren, is de speler onder hem weer een probleemspeler, et cetera, et cetera. Dan kunnen ze eigenlijk iedereen blokkeren. Dus ja, het, het, het slaat helemaal nergens op. En dat is zo lastig altijd met uh, regels die door de politiek verzonnen worden. Er zijn mensen die nog nooit van hun leven hun gokkast hebben aangeraakt. Uh, dan komen er vanuit alle kanten belangen van de anti-goklobby die ook alleen maar uh, de meest onzinnige uh, uh, ja spelregels en wetten en regels uh, doorsturen. Net als die 18 en die 24 plus zo'n halfbakke regel waar eigenlijk alleen maar meer onduidelijkheid ontstaat van: oké, okay, je mag in Nederland gokken vanaf 18, uh, maar eigenlijk willen we het toch liever hebben dat je gokt vanaf 24. Uh, en dan hebben ze ook nog al een tal van regels die daartussen zitten. Heel simpel. Ik ben dan misschien een simpele ziel. Als je het dan zo erg vindt dat jongvolwassenen gaan gokken. En je wil dat niet hebben. Maak gokken dan überhaupt 24. Plus. Ben je van al de gezond, uh, gedonder af? Of al die andere regels die kan je in de prullenbak gooien. Is voor iedereen duidelijk? Maar nee, ze komen weer met tal van sub oplossingen. oplossingen die, en regels die niet werken. Ja, ik word daar niet goed van. En ik, ben le ik zit lekker op een klaagstoel. Maar ja, ik kan zo. Link worden van dit soort onzin allemaal. En regels prima. Maar maak duidelijke regels. Want ik, ik weet zeker dat de, 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 de casino's. Ieder casino. Um, gaat hiervoor zitten. En die gaan het op hun eigen manier interpreteren. Waardoor je complete onduidelijkheid over krijgt. Dan kan je, kan je daar uh, uh, Degene die het beste kindje van de klas willen zijn. Die gaan het super letterlijk nemen. En daar word je geblokkeerd als je één keer s'nachts gokt. Anderen ben je overal welkom. En die zeggen, nou joh, als jij je avonddienst hebt gehad en je kan het aantonen, joh, dan ben jij, uh, mag je elke nacht snak spelen. Waardoor het uiteindelijk voor de speler ook weer onduidelijk wordt. Van, als het bij de een wel mag, bij de ander niet. Wat gewoon duidelijke regels. Daar wil ik naartoe. Dus ik uh, voorspel weer een hoop onrust op de gokmarkt. Want casino's weten op God niet waar ze aan toe zijn. Ze zijn allemaal bang om boetes te krijgen, om een uh, uh, licentie te verliezen. Waardoor uh, ze waarschijnlijk meer naar de strengere kant toe zullen gaan. Waardoor je straks telefoontjes gaat krijgen van: uh, Robin, je hebt om uh, drie uur s'nachts gespeeld. Uh, ja, dat is niet normaal, vinden wij. Waarom speel jij op drie uur s'nachts? Allemaal van dat soort vragen en zo. Ja, ik, ik hoor er niet goed van. Letterlijk drijf je iedereen naar illegale casino's. Uh, maar goed, D dit zijn de feiten. Dat gaat op 1 oktober uh, veranderen. Uh, dan is er nog een uitzondering voor professionele uh, pokerspelers. Uh, er zit namelijk een loophole in die wet, die zegt dat als uh, gokbedrijven, dus de, de online casinos, kunnen aantonen dat iemand. Langdurig kan spelen of uh, meer geld moet storten. Uh, bijvoorbeeld omdat hij hogere buy-ins wil doen voor pokertoernooien. Of dat hij lange pokertoernooien speelt. Waardoor hij uh, langer dan zes uur speelsessies moet uh, doen, af en toe. Uh, dan mogen ze een uitzondering maken. Uh, en ik moet nog even kijken. Maar ik, ik denk dat het dus ook geldt voor mensen zoals ik. Kijk, de, omdat dit mijn werk is, ik moet vaker go uh, 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 gokken. Of dus ik heb best een goede reden om vaker te gokken. Uh, ik kan het financieel ook dragen op dat gebied. Uh, dus ik denk dat ze dus voor mensen zoals ik een uitzondering kunnen maken. En dat geldt dus ook voor een heleboel pokerspelers. En uh, voor alle anderen, dat is het nog niet allemaal, allemaal nog niet 100% zeker. Maar er is dus een loophole waardoor er een uitzondering mogelijk zou kunnen zijn. En hoe dat in de praktijk gaat uitwerken, dat is een beetje nog de vraag. Maar voor alle andere geldt dus dat je uh, uh, na die 700 euro. of na die 300 euro als je jongvolwassen bent. wel een verhoging kan aanvragen. Uh, maar dan is het een maximum van 25% van je besteedbare inkomen. En met besteedbare inkomen is je inkomen waarover je belasting betaalt. Uh, dus ja, dan, 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 dan kan je het nog niet, uh, niet heel veel verloren. Uh, Verhogen. Want als je stelt dat de gemiddelde persoon verdient 2000 euro uh, netto per maand, en uh, hij heeft al 700 euro aan die speellimiet, dus dan blijft er nog 1300 over. Als je daar dan 25% van uh, mag gokken, uh, dat, dat is nog geen 300 euro. Dus dan zou je zelfs met een verhoging max 1000 euro kunnen spelen. Dus dat is helemaal naadje. En de vraag is: wie gaat er zo'n papieren over, uh, overhandigen, zijn loonstroken? En uh, hoe gaan ze dat controleren? Uh, dus dat wordt ook allemaal gedoe. En het probleem hierbij is, is dat, a gaat dat meer gedoe leveren voor de casino's. Uh, met als gevolg dat ze meer personeel in moeten huren. Met als gevolg dat ze meer kosten moeten maken. Met als gevolg dat de RTP naar beneden gaat. Daar komt het uiteindelijk op neer. Uiteindelijk zijn wij als spelers de dupe. Uh, en dit in combinatie met een ander negatief iets, als we toch aan het zeiken zijn. En dat is dat, even kijken, de kansspelbelasting in Nederland van 30,5% naar 37,8% gaat. Het is ook, dit is weer te belachelijk van, voor woorden, want op het moment dat de kansspelwet gemaakt werd, is er tegen alle gokbedrijven, of is alle gokbedrijven beloofd dat de kansspelbelasting naar beneden zou gaan. En dat is door de overheid beloofd. Nou, we hebben dus te maken met een compleet onbetrouwbare overheid. Uh, want in plaats van verlagen gaan ze het nu verhogen en uh, van 30 naar uh, 37 procent, dat is bijna 25 procent verhoging. Nou, ik kan je al vertellen, de gaat, de, deze verhoging geldt overigens voor offline en online en uh, met name de offline sector die, uh, die gaat hier lastig door krijgen. Die hebben al te maken gehad met corona, die kunnen uh, geen ja, die zitten vaak al op het uh, minimum van de uh, uitkeringspercentages en die zijn ook wettelijk vastgesteld, dus die kunnen feitelijk niet verder naar beneden. Die zitten met personeelskosten, met uh, kantoren, uh, panden die ze moeten huren, et cetera, et cetera. Dan hebben ze ook nog te maken met dat online legaal is geworden in Nederland, waardoor 90% alleen maar online speelt. Niemand gaat meer naar zo'n gokhal toe, je mag er ook niet meer roken. Dus ja, ik voorspel dat dit de doodsteek gaat worden voor. Uh, als dit doorgaat. Want die kansbouwbelasting is nog niet 100%, maar dat staat dus in het nieuwe regeringsakkoord. Maar als dit doorgaat, dan ik denk ik dat dit de doodsteek gaat worden voor uh, de gokhallen. Ik denk dat die allemaal uh, om gaan vallen. En je ziet het nu al: er zijn al een aantal vestigingen van Fairplay gesloten. Uh, zo zijn er ook een aantal andere merken uh, die afvestigingen aan het sluiten zijn, omdat het sowieso al uh, bijna niet winstgevend uh, uh, meer te draaien is, zo'n gokhal. Uh, ook al het casino gaat er uh, last mee hebben. Ik denk echt dat ze er nog wel iets aan gaan schroeven. In die zin dat. Uh, uh, ja, Het staat in het regeerrecord, maar tegelijkertijd willen ze ook 200% meer of uh, 200 miljoen meer uh, kansspelbelasting ophalen. Maar ja, als de offline sector kapot gaat. En. Uh, de online sector minder gaat verdienen door deze kansspelbelastingverhoging. Dan gaan, gaan ze uiteindelijk minder ophalen. Dus ik denk juist dat het averechts werkt. En uh, ja, de belangen zijn zo hoog. Het is, het is niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Mm. Voor de online sector. Zou deze verhoging van 25% van de kansspelbelasting ook effect op spelers hebben. Want linksom of rechtsom. Het gaat weer weggehaald worden bij de consument. Kort gezegd, de verwachting is dat online uh, je of slechtere bonussen gaat krijgen, of de RTP gaat uh, echt uh, flink naar beneden richting uh, 93, 94% procent, of misschien zelfs lager. En uh, je ziet nu al dat de afgelopen tijd hebben heel veel casino's uh, dat al gedaan. De enige die nog goede RTP's bieden, zijn 7,11, Circus en Toto. Volgens mij. De rest heeft allemaal de uitkeringspercentage naar beneden geknald. Maar als deze kansbelbelasting doorgaat, dan wordt het echt een ramp. En. Uh, dan wordt het bijna niet meer rendabel om uh, als consument bij de legale casinos te gokken. En dan uh, voorspel ik je in ieder geval dat heel veel mensen weer illegaal gaan gokken. Uh, ik mag het niet zeggen wat ik ga doen. Maar laat ik het zo zeggen, dan ga ik in ieder geval waarschijnlijk minder legaal gokken. Uh, maar goed, we moeten allemaal, allemaal zien hoe dat gaat lopen. Maar het zijn wel echt allemaal slechte tekenen. En uh, ik, ja, ik wil gewoon volledig. Legaal gokken, omdat het aanbod is fantastisch. De veiligheid is fantastisch. We hebben hele goede casino's. Um, ja, ik betaal er gewoon netjes belasting over. We betalen allemaal netjes belasting over. Kansspelbelasting wordt netjes geregeld. In die zin dat in Nederland hoef je zelf geen kansspelbelasting te betalen als consument. Die wordt voor je afgedragen door de casino's. Het is allemaal goed geregeld. Het zou echt kloten zijn als de overheid en met dit soort regels alles naar de kloten gaat helpen. Uh, maar goed, het is wat het is. Uh, dan zijn er nog een aantal moties ingediend door uh, de, de christelijke partijen, of de, de linkse partijen en de christelijke partijen. Er liggen twee moties op tafel. Eén uh, is, um, even kijken, ze willen alle gevaarlijke kansspelen verbieden, en daar vallen ook online gokkasten onder. En uh, ze willen alle reclame op internet verbieden voor uh, gokken, inclusief affiliate websites en dergelijke. Dus ook websites zoals die van mij. Dat is ook een van de redenen dat ik dus een Engels kanaal ben opgestart als backup. Engels kanaal gaat geen prio hebben, maar het, de twee moties zijn al aangenomen. Uh, wat feitelijk wil zeggen dat de minister nu mag bepalen wat hij ermee gaat doen. Maar die zou theoretisch vandaag kunnen zeggen, oké, okay, ik neem ze aan. En dan zijn morgen online gokkasten verboden en dan mag er geen in, uh, affiliates zijn dan verboden. En dan mag geen in, uh, internetreclame meer gemaakt worden door de gokbedrijven. Kortom, dan is gewoon de hele gokindustrie in Nederland meteen dood. Het gaat niet gebeuren, want er spelen zoveel op het belangen. Maar het feit dat die moties te liggen, dat zorgt alleen al voor meer onrust in de markt. En als je dan ook nog die 25% verhoging van de kansbelasting erbij optelt, spelen die per 1 oktober van kracht gaan. Ja, ik voorspel je. Uh, het wordt alleen maar meer gezegd in Nederland. Het wordt er niet leuker op, laten we het daarop zeggen. Maar goed. Het is wat het is. We gaan er een peukje bij opsteken. Dat was in ieder geval het slechte nieuws. Uh, dan gaan we uiteindelijk ook met wel goed nieuws komen. Dus uh, wees niet bang. Want die ga ik er nu bij pakken. Ik ga eerst nog even een overzichtje doen. Van wat ik net besproken heb. Dus per 1 oktober gelden dus nieuwe speellimieten. Een stortingslimiet van 300 euro netto per maand. Voor jongvolwassenen tussen de 18 en de 23. 700 euro voor iedereen die 24 jaar of ouder is. Als je die limiet bereikt hebt geldt er een verplichting voor de casino's. Om een stortings, stortingsblokkade in te, spellen, in te stellen voor die speler. En dat dient binnen een uur gerealiseerd te worden. Daarnaast dient er een verplicht contact, een persoonlijk contactmoment met de speler uh, uh, gemaakt te worden. Om het speelgedrag van de speler te bespreken. Nou, dat is ook een beetje onduidelijk, van uh, ja heel leuk. Maar uh, een pop-up op je scherm mag dus niet, want het moet persoonlijk contact zijn. Maar ik heb wel begrepen dat bijvoorbeeld uh, via sms of via mail mag wel. In mijn nodig is dat niet persoonlijk, maar goed. Dat zien ze als persoonsgericht. Dus het kan ook zijn dat je gewoon een simpel mailtje krijgt: van joh, let op. Er geldt een stortingslimiet van 700 euro per maand. Heb je je gedrag nog wel onder controle? Als je dan zegt ja of nee. Uh, als je ja zegt, mag je misschien doorspelen. Uh, of moet je in ieder geval aantonen wat je. Uh... nou mag je niet doorspelen, sorry. Dan, als je door, dan door wilt spelen en je wil een verhoging, dan zou je aan de hand van je loon stroken. Moeten aantonen of je uh, je maandelijkse limiet kan verhogen tot maximaal 25% van je besteedbare inkomen. Nou is er wel een dingetje. In die zin dat. Uh, ik ben dat aan het uitzoeken, dat heb ik wel vanuit meerdere kanten gehoord. Is dat er gelden in Nederland zoveel verschillende wetten en regels. Uh, in dit geval, datzelfde is bijvoorbeeld bij Crux. Je mag, uh, als, je mag als consument zijn. Of je hoeft als consument zijnde nooit je SoFi-nummer op te geven. Want dat is een persoonlijk identificatienummer. Waar makkelijk mee gefraudeerd kan worden als andere mensen dat in handen hebben. Om die reden hoef je dat, of mogen bedrijven jou dat nooit vragen. Het rare is dat bij Crux het uh, SoFi-nummer, of het heet tegenwoordig BSN-nummer, wel gebruikt wordt. Uh, dus er is daar een uitzondering voor gemaakt in de kansspelwet. Uh, maar, maar officieel mag het niet. Je mag niet, zij mogen niet geen gebruik maken van jouw zoveel En dat geldt ook voor uh, de zorgplicht van casino's. Een casino is een commercieel bedrijf. Die gaan, als jij aan de limiet zit, gaan ze jouw loonstrook opvragen. Maar volgens de wet mag dat niet. Je hebt de wet voor maar AVG of AG, AVG, Algemene Wet, uh, nog iets. Uh, zo heb ik het in ieder geval begrepen van een aantal uh, bronnen rondom mij heen. Ik ben nog aan het uitzoeken of dat inderdaad klopt en wat daar, uh, van waar is. Maar die, die bronnen geven aan dat een commercieel bedrijf, zoals een casino, uh, nooit een loonstrook van jou mag opvragen. Dus die, theoretisch gezien, als dat zou kloppen, zouden ze die zorgplicht nooit kunnen uitvoeren, omdat jij nooit verplicht bent om die papieren. omdat ze jou nooit kunnen vragen eigenlijk niet eens kunnen vragen, maar ook niet kunnen verplichten. Om jouw loonsroken op te geven, omdat ze daar geen inzicht, letterlijk gewoon geen inzicht in mogen hebben. Dat is een privacywet. Uh, maar tegelijkertijd is de verplichte overheid de casino's om dat te doen. Dus dat is een hele rare situatie. En ik ben nog aan het uitzoeken dus wat daarvan klopt en in en hoeverre daar een uh, uitzondering voor, voor gemaakt kan worden. Uh, maar goed, ik weet ook al hoe dat in de praktijk, al, al, al mag het inderdaad niet, ik weet ook al hoe dat in de praktijk gaat. Als je. Um, dan zegt ze, ja, je mag het natuurlijk wel vrijwillig geven. Maar als jij zegt dat jij, uh, je beroept op de privacy en uh, de wet AVG. En je zegt van, joh, jullie mogen helemaal niet om mijn loonstroken vragen. Dat mag helemaal niet. Dan zegt ze, ja prima. Maar, maar dan sluit ze gewoon waarschijnlijk je account. Of dan uh, uh, mag je in ieder geval niet verder spelen die maand. Daar komt het er dan waarschijnlijk op neer. Maar dat zijn wel allemaal tegenstrijdige wetten. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat allemaal gaat uitspelen. Uh... Oh, sorry, een verhoging limiet. Ik had het even opgeschreven, want er zijn zoveel cijfers. Maar aan uh, je kan je limiet dus verhogen als je eenmaal de een grens bereikt hebt. Aan de, uh, uh, dat kan aan de hand van aantonen inkomen kan je het bedrag verhogen. Hiermee wordt er een maximum van 30% van het besteedbare inkomen als richtlijn aangehouden. Dus het is niet 25%, maar het is 30%. Maar dit woordje weer als richtlijn aangehouden. Ja, dat is ook weer natuurlijk jouw uh, moeilijk. Van wat is een richtlijn? Ja, je kan wel 30% als richtlijn aanhouden, maar dat wil ook zeggen dat je ook 50% kan doen. Zo zie ik, een beetje te hoor. Zo zie ik dat een beetje. Dus het is een beetje de vraag hoe ze dat in de praktijk kunnen doen. Nou, en dan zeg je, nou, je zei goed nieuws, maar wat is dan het goede nieuws? Het goede nieuws is dat de stortingslimiet heel makkelijk te omzeilen is. En uh, tuurlijk, je moet nooit geen limieten omzeilen. Maar ik ben van mening, die limieten die ze nu gaan instellen. Die 700 en die 300 slaat gewoon helemaal nergens op. Uh, je moet je gewoon aan je eigen speellimieten houden. Jij weet gewoon, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen inkomen en uitgaven. Als jij een speellimiet hebt, hou jezelf eraan. Maar is die hoger dan, het, dan de speellimieten die dadelijk op 1 oktober ingaan. Dan zijn er manieren... Makkelijke manieren om ze te omzeilen. De allereerste is, de belangrijkste: het is een limiet per casino, dus het is geen overkoepelend limiet. Wat wil zeggen, als jij die 300 euro als jongvolwassene bereikt hebt, of die 700 euro uh, stortingslimiet als uh, volwassene van 24 jaar of ouder bij uh, Unibed, nou. Ja, 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 dan zit je daar aan je limiet. Kan je die maand niet meer storten. Maar ga je uh, verder spelen bij uh, Bad Nation. Of bij 711, Of bij uh, Holland Casino, et cetera. Daar kan je gewoon weer verder spelen. En dan kan je weer 700 euro storten. Er zijn 22 casino's in Nederland. Dus je kan in theorie kan je 22, als jongvolwassene 22 keer 300 euro uh, storten. Dat is 6600, uh, 6600 euro. Nou, ja. daar moet je mee vooruit uit kunnen. En uh, als, uh, als je 24 jaar of ouder bent, kan je in principe 22 keer 700 euro storten bij 22 verschillende casino's. Dus feitelijk is er gewoon geen speellimiet en is het uh, gewoon weer één grote wassen neus. Uh, het enige kloot is dat je dus um, heel moeilijk bij één en hetzelfde casino met hoge bedragen kan gokken. Uh, en het slechte nieuws is dat op dit moment is er dus geen overkoepelend limiet, uh, maar een limiet per casino. Maar, je kent Nederland, nu ze dit in hebben gevoerd, kan je erop wachten dat die over, dat, dat overkoepelende speellimiet er volgend jaar aan gaat komen? En is het niet volgend jaar, dan is het de jaar erop. Dus het gaat steeds erger worden. Dus bereid je alvast voor. Uh, de tweede manier om de stortingslimiet te omzeilen, dat is wel een belangrijke en dan ga ik even een peukje bij opsteken. En ik zeg elke keer nadrukkelijk stortingslimiet. Want een stortingslimiet is geen speellimiet. Het enigste wat de casino's moeten doen als jij die 300 euro bereikt hebt als jongvolwassene of 700 euro als 24 jaar of ouder. Is dat ze jouw stortingen moeten blok blokkeren die maand. Uh, zodat je niet nog een keer kan bijstorten. Wat je dus kan doen. We gaan even, ik ga niet elke keer dat verschil 300 euro 700 euro zeggen. Dus ik hou even die 700 euro aan voor iedereen die 24 jaar en ouder is. Dus wat je eigenlijk kan doen, om het super simpel te omzeilen en gewoon bij één en hetzelfde casino te spelen. Ja, het is misschien niet slim om te zeggen, maar ja, zo staat het letterlijk in de wet. Je kan in principe 600 euro storten, of tot 600 euro storten, dan moet je even in de gaten houden. Je kan twee keer 300 storten, of dan maakt het er allemaal niet uit. Maar voor, om het voorbeeld even makkelijker te houden, stort 600 euro bij een casino, bij een online casino. Dan heb je dus nog 100 euro over om aan jouw speellimiet van 700 euro. Uh, stortingslimiet van 700 euro uh, te komen die maand. Wil je die maand nog veel meer spelen? Stort dan die, geen 100 euro, zodat je aan die, exact aan die 700 euro komt. Maar stort gewoon 5000 euro of 2000 euro. Wat jij kan missen en wat jij wil spelen die maand. Dan zit je dik boven die uh, 700 euro stortingslimiet. En ja, dan kan je de rest van de maand geen storting meer doen, maar als jouw laatste storting 2000 of 5000 euro is, wat gewoon toegestaan is, kan je gewoon bij hetzelfde casino blijven spelen. Je moet dus alleen zorgen dat je niet, uh, als je bijvoorbeeld op een, uh, uh, als je voor 650 euro aan storting hebt gedaan die maand, en je hebt een stortingslimiet straks van 700 euro, ja, dan moet je niet met de laatste storting 100 euro gaan storten of 50 euro, zodat je precies net of net over die limiet zit. Ja, dan wordt het een lastig verhaal. Maar als je net voor die limiet gewoon een groot bedrag stort, is er gewoon geen limiet meer. Want je mag gewoon doorspelen. Je mag alleen niet nog een keer storten. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Het is geen speellimiet, maar het is een stortingslimiet. Dus als je dat slim doet, kan je gewoon oneindig spelen bij één casino. Stelt heel die stortingslimiet niet veel voor. En uh, dat staat letterlijk zo in de wet. Dus het is, uh, het is een trucje, laten we het zo zeggen: een trucje. Maar een legaal trucje. Waardoor je gewoon kan. Uh, nou, omzeilen wil ik niet zeggen, maar. Ja, een beetje zoals de belastingen. Uh, zoals die rijke mensen met de belastingen doen: ontduiken. Zo kan je. Ik zei, we maken er ontduiken van. Wat beter als ontzeilen. Ontduiken: dan kan je gewoon op een legale manier de stortingslimiet. De, de maandelijkse stortingslimiet die bij 1 oktober ingaat super simpel ontduiken en daar hoef je helemaal niks voor te doen, het enige wat je dus voor moet doen is te zorgen dat als je richting in je limiet komt en je wil nog meer storten, gewoon een groot bedrag storten en geen mega bedrag in de zin dat je in problemen komt natuurlijk, maar gewoon een bedrag wat jij sowieso gepland had en wat in jouw budget past uh, om die maand nog te gaan spelen als laatste is er dan eventueel als het dan echt als ze dat, uh, uh, ook dat nog aan banden zouden leggen. Dus stel dat ze er een speellimiet van zouden maken. Uh, dan heb je nog die optie inderdaad om je limiet te verhogen. Tot een maximum van 30% van besteedbare inkomen. Uh, dat, ook dan zijn er nog oplossingen. Dan gaat gewoon heel gokkend Nederlander free, freelancer worden bij Nedergaming. In dienst bij Nedergaming. Jullie krijgen gewoon een contractje. voor 10.000 euro per maand. En uh, die roleren we dan gewoon op de bankrekening. dan kan je gewoon uh, En, en dat hoeft waarschijnlijk niet eens. Waarschijnlijk is dat contractje al genoeg. En dan uh, zet je op papier maar dat je een balletje voor mij maakt. En, en dan kan je aan het casino overhandigen. Ik krijg elke maand 10 ruggen van nedergaming. En dan stort je gewoon 10 ruggen terug als ze een loodstrook wil hebben. Kan iedereen oneindig gokken. Nou, dat laatste gaan we niet doen, natuurlijk was maar een grapje. Maar ik zeg al, er zijn tal van manieren om het te ontduiken. En uh, in de eerste. Ik zal die laatste weghalen, want dat. Uh, de, Dat, 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 dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar de, deze limiet per casino dat is wel een hele belangrijke natuurlijk. Dus de huidige stortingslimiet klinkt heel erg. Maar voorlopig is er nog niks aan de hand. Want het is een limiet per casino en het is een stortingslimiet en geen speellimiet. Uh, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Het enige wat wel zo is, is dat natuurlijk nu deze stortingslimiet per casino er is. Kan je erop wachten dat er uiteindelijk een overkoepelende limiet is. Die gekoppeld gaat worden aan uh, drugs. Of IDIN, of wat dan ook. En uh, dat je straks uh, alleen maar. Dat het echt. stortingslimiet gaan worden. Overkoepelend met een harde cap. Dus dat je ook niet meer bij andere casinos terecht kan. En dan wordt het een lastig verhaal. Uh, maar ik, ja, dat wordt ook een lastige verhaal voor de overheid. Want dan gaat gewoon bijna iedereen naar. Uh, naar het illegale aanbod. Maar goed, dat is het. Ik heb weer een heel lang verhaal gemaakt. Maar nu zijn jullie weer. Uh, uh, geüpdate. Ehm uh, um... Wat was er nog meer? Oh ja, er zijn nog twee nieuwe bedrijven die een uh, goklicentie hebben gekregen. Icasino komt er binnen aan. Dus icasino.nl. En geen I in de zin van gebakken I. Maar een I met een I en dan casino. En um, Scorito, die app met allerlei uh, spelletjes. Die, die heeft ook een uh, licentie gekregen. Die gaan waarschijnlijk geen casino aanbieden. Maar die zullen waarschijnlijk... Uh, uh, wat is dat? Fantasy Sport of iets dergelijks aan gaan bieden. Uh, ik zeg dat goed. Ja, volgens mij is dat Scorito. Maar het kan. Ja, Scorito volgens mij. Maar ik zal dat binnenkort. Als, er, als ze live gaan. Aika Zien gaat waarschijnlijk binnenkort live. Uh, Tony Bed komt er waarschijnlijk ook aan. Ergens de komende maanden. Uh, uh, Scorito is nog een beetje onduidelijk. Daar ga ik nog even wat onderzoek naar doen. Maar dat, dat wordt waarschijnlijk niet heel interessant. Ehm, um, ja en dat is het eigenlijk. En uh, ja, morgen ga ik uh, live, daar uh, gaan we weer een bonus in doen. Ik ben rond 7 uur, half 7, 7 uur morgenavond ben ik live. Dus uh, dat is dan weer het goede nieuws. Morgen kunnen we nog gewoon genieten. En dan ga ik al uh, dik over de stortingslimiet, maandelijkse stort, stort, stortingslimiet heen. Dus dat gaat, uh, gaat goed komen. Uh, ik zie jullie morgen bij de livestream. Yo!